Je ziet het, een van de meest brede wegen van Rotterdam is toch wel de Schravendijkwal. En daar hoort de nodige luchtvervuiling bij. Robert de Vriese heeft een heel goed plan om dat aan te pakken. Ik ben Robert de Vriese. Ik ben maatschappelijk ontwerper en architect. En mijn plan is de Schravendijkwalstraat, een initiatief om met waternevel luchtverontreiniging op de Schravendijkwal te bestrijden. En het werkt door een hoge druk waterleiding met 40 bar en met 260 nozzeltjes. En daar komt een hele fijne waternevel uit tevoorschijn. En die zorgt ervoor dat de fijnstofdeeltjes, maar ook de stikstofdioxide deeltjes, dat die gebonden worden met het water, dat die samenklonteren en uiteindelijk op de grond neervallen, zodat ze niet in je longen terechtkomen. Schravendijkwal is een van de meest vervuilde straten en ook echt een soort scheiding tussen de wijken van Centrum en Delfshaven. Toen die aangelegd werd in 1930 waren er iets van 7000 auto's in de hele stad. Nou, nu heb je al die auto's, die heb je misschien in een paar uurtjes voorbij. Aan de twee kanten spannen we waterleiding van 100 meter op korte stukken, ook nog 15 meter. In totaal hebben we daarvoor 260 nozzeltjes nodig. Het hangt een beetje af of het werkt. Het werkt in laboratoriumsituaties. Omdat je hier de fijnstof die die auto's hier produceren heel mooi kan aanvallen. En een soort deken van mist over die Schravendijkwal kan leggen. Een soort testlocatie. Dus wat dat effect gaat hebben op het afvangen van die fijnstof, dat de waternevel zo in het rond dwarrelt, dat gaan we dadelijk meten. We willen het ook zichtbaar maken door die meetresultaten weer terug te projecteren op de waterwolk. Dus op het moment dat we met licht op die waterwolk kunnen projecteren, dan zie je de luchtverontreiniging. Er zijn meerdere ideeën die je spelen rondom de Schravendijkwal. Het is het verminderen van het verkeer is er eentje, het omleiden, andere maatregelen over mobiliteit, maar ook over vergroening. Daarom hebben we ook dat stadslab luchtkwaliteit zijn we daarmee begonnen. Dat er al die verschillende initiatieven waren en oplossingen of prototypes om iets te gaan doen aan die luchtkwaliteit. Als stadslab luchtkwaliteit proberen we daar een bijdrage aan te leveren. Rotterdam heeft wel een traditie over projecten die over de luchtkwaliteit gaan. Bijvoorbeeld Daan Roosegaarde heeft de Smog Tower hier in Rotterdam ontwikkeld. Adem in Rotterdam, die veel aandacht genereert over schone lucht in de stad. Bewonersorganisatie Boog, hier in de Schravendijkwal. Dus er is echt een cultuur van denken en doen over luchtkwaliteit. We gaan de subsidie gaan we besteden in vier delen ongeveer. Een kwart van de subsidie gaat naar het bekostigen van het waternevelsysteem. Een kwart van de subsidie gaat naar het gedoe eromheen. Dus hoe krijg je water daar, hoe ga je palen in de grond slaan, hoe ga je vergunningen goed krijgen, hoe ga je de organisatie eromheen regelen. En de helft van het bedrag gaat naar het meten, dus het aanschaffen van de meetsensoren. Ik denk dat de toekomst van de Schravendijkwalstraat als experiment, een systeem, ligt in een soort tijdelijke en plaatselijke maatregelen om luchtkwaliteit te verbeteren. Maar uiteindelijk is de beste oplossing natuurlijk om minder auto's en meer verdunning van verkeer en schonere auto's te hebben. Maar dat duurt nog wel even.